begin de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij, niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Natuurlijk nooit van mij mogen horen, maar ik dacht echt dat je het al lang wist. Is het gewoon vader? Waarom heeft ze me dat niet gezegd dan? Dat moet ik toch weten? Ja, ze zal ongetwijfeld op een goed moment hebben gewacht om het jou te vertellen. Peter, alsjeblieft, word nou niet kwaad, daar bereik je niks mee. Hoe lang weet ze dit al? Ik weet het niet, maar als jij wilt dat het wat wordt tussen jullie twee, dan moet je... Daniel, hoe lang weet ze het al? Peter, ik weet het niet, dat zeg ik toch. Ik weet alleen dat ze het jou wilde vertellen, maar dat ze het er moeilijk mee had. Ja, alsjeblieft, beloof me dat je Suzanne voorzichtig zult benaderen. Ja. Ja, nou begrijp ik ook waarom ze zo raar deed al die tijd. Maar ik snap niet dat ze het mij niet heeft verteld, Daniel. Dat snap ik niet. Wil jij wat drinken? Een glas wijn? Graag. Hoe is het met je studie? Goed. Hoe verder ik kom, des te boeiender het wordt. En weet je al welke richting je op wilt? Nee, weet ik nog niet. Bedankt. Nou, als je huisarts wilt worden, dan kun je altijd stage bij hem lopen. Oh, nou daar hou ik je aan. Maar misschien kunnen we eerder iets samen doen. Zo, dat is spannend. Wat dan? Lach niet. Je weet, ik zit op volleybal. Nee, maar leuk. Heb ik ook nog een blauwe maandag gedaan in mijn studietijd. Nou, dat komt goed uit. Ons team heeft namelijk dringend medische begeleiding nodig. En ik wilde vragen of je misschien daar zin in had. Het is wel onbetaald. Zo. Ja, waarom niet? Het lijkt me wel leuk om te doen. En kost het niet te veel tijd? Nee, nee, er gaat niet veel werk in zitten. Een paar uurtjes per week. En ons team is kerngezond. Oké, ik doe het. Zie ik ook nog eens een keertje gezonde mensen. Leuk. Praat Van Maarsen nou met niemand over zijn verhouding met Anita? Nou, met mij in ieder geval niet. Maar het is sowieso iemand waarmee je moeilijk contact krijgt, hoor. Vind jij het nou normaal, zo'n groot leeftijdsverschil? Ach, ik weet het niet. Als Anita hem nou leuk vindt. Ik vind er niks aan, maar dat heeft niks met zijn leeftijd te maken. Oh. Met Mickey? Oh, hallo. Hoe is het met u? Ook goed, dank u wel. Ja, die is er. Eén moment. Dit is uw man. Hey. Hey, hoe is het? Wat zeg je me nou? Hoe is dat gebeurd? Oh, zeg, je had wel dood kunnen zijn. Dus het zit al in het gips? Ja. Ja, natuurlijk, ja. Ja. Dag. Wat is er? Iets ergens? Nou, het gaat wel. Karel is gevallen. Hij heeft zijn arm gebroken. Ook al? Ja, Janine heeft ook de arm gebroken. Er is altijd wel iets als ik weg ben. Ik kan hem ook nooit alleen laten. Gaat u nu weer naar huis? Ja, ik kan hem toch niet alleen laten sukkelen. Ja, ik vind het wel jammer. Het was juist zo gezellig. Ik was er helemaal aan gewend. Nou, laten we dan maar extra ons best gaan doen op het eten. Want voortaan zullen jullie het toch weer zelf moeten doen. Waarom heb je het me niet verteld? Ja, wat is dit nou? Ik had je toch gezegd dat ik je niet meer wilde zien? Ja, dat weet ik. Maar ik wilde jou zien. Suzanne, ik begrijp het niet. Je had het me toch zelf moeten vertellen? Wat had ik je moeten vertellen?
Hoe denk je nou dat het is om van iemand anders te horen dat je vader wordt? Dat had jij me toch moeten vertellen? Snap je? Hoe lang dacht je dat voor me verborgen te kunnen houden? Dat is toch idioot? Ik had het je wel willen vertellen als ik zelf duidelijk wist wat ik wilde. Ik ben er nog niet uit, snap je? Ja, maar het is toch ook mijn kind? Ik wil dat het in een goed huis komt te wonen. Als je het me eerder had verteld, had ik dat al lang kunnen gaan regelen. Dan hadden we in plaats van het ruzie te maken, hadden we samen iets zinvols kunnen doen. Ik zeg je net dat ik nog niet weet wat ik ermee wil. Nou, dat kan ik je wel vertellen. Om te beginnen moet jij eens rustig aan gaan doen. En niet meer zoals nu je werk mee naar huis nemen, dat is belachelijk. En ik heb al zitten denken, ik verdien ruim genoeg met de kelder om voor ons drieën te zorgen. Hè? Dat is beter voor het kind, dat is beter voor jou. Kijk, dit bedoel ik nou. Nou begin je weer met mijn leven te regelen. Dat houdt maar niet op, daar word ik gek van. Ik heb jouw hulp helemaal niet nodig. Het gaat jou helemaal niet aan hoe ik leef. Natuurlijk gaat mij dat aan, Suzanne. Juist nu. Dat kind is ook van mij. Ja, dat kan dan wel zo zijn, maar dat geeft jou nog geen recht op mij. Begrijp je mijn probleem? Jouw gedrag, dat is mijn probleem. Je bent nog niet eens in staat om je eigen leven fatsoenlijk in te richten. Laat staan dat van mij te regelen. En ga nu maar weer weg, want ik heb echt meer dan genoeg aan één kind. Dag, mam. Hoe weet je nou zonder om te kijken dat ik het ben? Ik herken jouw voetstap uit duizenden. Ik wilde net naar jou toe gaan, maar jij bent me voor. Hoi. En ik zie aan je gezicht dat er iets mis is. Ga eens even zitten. Vertel eens, wat is er gebeurd? Ik kreeg een telefoontje van vader. Ach, toch niks met zijn hart? Nee, nee, gelukkig niet. Zo erg is het niet. Ja, maar wat dan? Hij is gevallen. Hij heeft zijn arm gebroken. Ach, nee. Is hij al in het ziekenhuis geweest? Het zit al in het gips. Maar ja, hij kan voorlopig niet werken. Dus ik heb besloten om morgen naar huis te gaan. Ja, natuurlijk. Maar als hij niet kan werken, dan ligt het bedrijf stil. Zal ik met je meegaan? Het hoeft echt, echt niet. Bovendien heb je het hier vreselijk druk. Ja, maar jullie gaan voor. Altijd. Dat weet ik, jongen. Nou, oké. Okay. Maar je sloof je niet uit, hè? Als het te druk wordt, neem je er gewoon iemand bij. En als de kwestie is van geld, betaal ik, oké? Okay? We zullen wel zien hoe het allemaal loopt. Maar nou ga ik mijn koffers pakken. Ik breng je wel even. Kan jij niet met Anita praten? Misschien luistert ze naar jou. Waarom zou ze? Dat heeft ze vorige keer ook niet gedaan. Ik weet niet hoe ik het aan moet pakken. Wat ik ook doe, het is allemaal verkeerd. En ik vind het zo afschuwelijk als ik dat met zo'n oude man zie. Maar dat is nog geen reden om te gaan slaan. Ja, dat weet ik wel. Het was ook fout, dat weet ik. Heb je dat ook tegen Anita gezegd? Ik heb geprobeerd om haar mijn excuses aan te bieden, maar ze wil niet luisteren. Ze vindt dat ik me niet met haar leven mag bemoeien. Dat is onzin. Als vader heb je dat recht wel. Ze verwijt me van alles. Ze vindt dat ik het slechte voorbeeld geef. Zij is tenminste eerlijk, zegt ze. Daar heeft ze dan gelijk in. Ik vind dat die twee niet bij elkaar passen. Maar zij is eerlijker dan jij destijds. Ja, wat moet ik daar dan nou weer mee? Blijf me dat nou mijn hele leven achtervolgen? Ik bedoelde het goed. En ik bedoel het nu ook goed. Mag een mens dan helemaal geen fouten maken? Nee. Zulke fouten mag een mens niet maken. Maar dat is een zaak tussen jou en je dochter. En ik ga me daar niet mee bemoeien nu jij hier bent. Ja, maar Helen, ik... Ik heb er geen zin in. Ik heb al genoeg aan mijn hoofd. Zoek zelf eens een oplossing. Wat ben jij vrolijk? Veel fooi gekregen vanavond? Fooi? De mensen die bij ons komen eten weten niet eens dat dat bestaat. Nou, dan heb je het vast goed gemaakt met Van Maarsen. Was er dan iets mis? Dat heb ik me ook afgevraagd de hele dag. Hoezo? Hij moet zich wel erg misdragen hebben, hè? Anders had je hem nooit zo toegetakeld. Vertel eens, Anita, wat heb je gebruikt? Een deegroller in combinatie met een nagelfijl. Leuk hoor, Mickey Lammers. Denk je nu echt dat ik dat gedaan heb? Niet? Nou, dan heeft hij vast zijn kop gestoten tegen een openstaande deur. Goed, als je het zo graag wil weten. We zaten in een bar iets te drinken. En plotseling dook mijn vader op uit het niets en begon op hidden in te slaan. Nu tevreden? Jouw vader? Ja. Nou, dat had ik nooit achter hem gezocht. Wat deed Van Maarsen? Niets. Die was te verrast.
Dat had ik wel eens willen zien. Sensatiebak. En nu? Wat nu? Nou, ga je door met die relatie nu je weet dat je vader er zo tegen is? Ja, natuurlijk. Ik hou van Hidde. En hij houdt van jou? Ja, dat is toch wel te zien? Nou, dat is niet wat ik vanmiddag zag. Hij deed nogal terughoudend tegen je, hè? Dat komt omdat hij me liever niet op de krant ontmoet. Omdat jullie er dan over gaan praten. Ja, dat zal wel. Dat is zo. Maar binnenkort gaat dat veranderen. Ik ga hem voorstellen om samen te wonen. En ik kan iedereen eraan wennen dat we wel bij elkaar horen. Peet, kan je me misschien even helpen? Ik zat de hele avond al te zuipen. Oh, laat maar hoor. Ik doe het morgen wel. Als er nog een morgen komt. God, wat ben je weer zo raar. Wat is er aan de hand? Helmink, Suzanne, zeg het maar. Helmink, Suzanne, het restaurant. De hele vervloekte wereld, wat maakt het uit? Het is allemaal kloten. Oh ja? Hoezo? Hoezo? Dagenlang loop ik mijn best te doen. Voor Suzanne en mij. Ik pieker me echt suf hoe ik het beste aan kan pakken. En wat blijkt ineens? Mijn vrouw heeft me al die dagen niet verteld dat ze zwanger is. Zwanger? Van jou? Ja, van mij, ja. Goed, hè? Kelder kan nog wel iets. Weet je wat het is? Ik kan me best voorstellen dat ze niks tegen jou heeft gezegd. Oh ja? Nou, ik niet. Ze wou het misschien eerst zeker weten. Er kan nog van alles misgaan de eerste paar maanden. Oh, tuurlijk. De zon kan er ook ineens mee ophouden. Als ik jou was, zou ik voor een andere houding kiezen. Probeer het nou gewoon op te lossen tussen jullie. Ik denk er niet over. Ik heb alles al geprobeerd, man. Ze zoekt het nou zelf maar uit. Jullie krijgen samen een kind, man. Misschien. Kan van alles misgaan in de eerste maanden, weet je nog? Wil je nou praten of niet? Doe me niet zo kinderachtig. Kinderachtig? Dat woord wil ik niet meer horen van jou. Als er iemand die niet kinderachtig is, ben ik dat wel, ja? Jullie hebben makkelijk praten, hoor, allemaal. Wie heeft dus zijn hele leven alles in zijn eentje moeten doen? God, wat ben je weer zielig. Ach, jongen, wat weet jij ervan? Wat weet jij ervan? Alles wat ik bereikt heb, heb ik helemaal in mijn eentje gedaan. Noem je dat kinderachtig? Doe me maar eens na. Ik hoop dat het kind een beetje op mij lijkt, dan redt het zich wel. Wat maakt het uit dat ik zijn vader ben? Wat doen ouders ertoe? Ik heb ze toch ook niet gehad? En kijk, hier sta ik, Peter Kelder. Manager van een restaurant. Wie doet het me na? Volgens mij halen we die trein niet meer. Ach, jawel. Het station is hier maar een paar minuten vandaan met de auto. Ja, nou, ja, maar ik moet ook nog een kaartje kopen. Rond deze tijd is het nooit zo druk. Gelukkig. Zo, hallo. Ik maak hem al ongerust. Ja, is toch nergens voor nodig. Leuk hoedje heb je opnieuw? Ja, dat heb ik samen met Helen gekocht. Vind je het echt leuk? Oh, met Helen. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Zullen ze op het platteland van opkijken? Ben je zoveel, man? En denk erop. Het huis netjes houden. Ja, ik zal het tegen de anderen zeggen. Dag. En nog bedankt voor het logeren. Ik vond het erg leuk. Nou, komt u snel maar weer terug. En beterschap voor uw man. Dank je wel. Dag. Oh, Arthur. Ja. Kan ik jou even spreken? Nou, eigenlijk niet, want ik heb haast. Wat denk je, zou ik dat beleggingsfonds, zou ik dat kunnen aanklagen wegens oplichterij? Daar hebben we toch al over gehad. Ik denk niet dat het zin heeft. U heeft getekend, u heeft gespeculeerd en u bent uw geld kwijtgeraakt. Accepteer het nou gewoon. Wel, maar kun jij in jouw radioprogramma niet eens zeggen hoe schandelijk ik behandeld ben? Ik bedoel, daar ben je toch voor? Ach, maar ja, we zitten nou niet zo raar. Ik heb een muziekprogramma. Nou ja, goed. Het was een... aardig onderwerp, leek me. Maar ja, ik ben niet voor één gat te vangen, hoor. Ik heb een ander plan. Nee. Oh? Ik ga weer een baan zoeken.
Kijk, ik heb net al in de krant een geschikte advertentie gezien. Dat is een goed idee. Maar stelt u zich er nou niet al te wel van voor? Oh, en waarom niet als ik vragen mag? Ik heb mijn hele leven hard gewerkt, hoor. En dat kan ik ook nu nog heel goed. Ja, dat geloof ik best. Maar tegenwoordig hebben ze liever jonge mensen in dienst. En ik denk dat u het best wel moeilijk zal hebben een nieuwe baan te vinden. Ach, jongen, iemand met mijn arbeidservaring, die nemen ze graag in dienst. Ze zitten te springen om mensen zoals ik. Ik hoop dat het u lukt. Ik moet weg. Ze, jonge mensen. Die weten toch helemaal niks. En trouwens, zo oud ben ik toch ook weer niet. Zal ik maar een bordje te keuken halen? Ik zie dat je niet voor mij gedekt hebt. Had Linda niets voor je? Linda is vergeten. Dood en begraven. Voor jou. Voor de enige echte vrouw in mijn leven. Leg maar op mijn bureau. Mijn werkdag is nog niet begonnen, dus ik neem ook nog geen relatiegeschenken aan. Of valt het misschien onder de categorie smeergeld? Dit is een cadeautje. In de hoop dat je mijn kleine vergissing wilt vergeven. Smeergeld dus. Hoe goedkoop denk je dat ik ben? Misschien dat je met zoiets kan aankomen bij dat mislukte zangeresje van je, maar niet bij mij. Martine, het spijt mij. Ik begrijp niet dat het zo ver kon komen. Ik denk dat ik onbewust wraak wilde nemen op mijn vader. Dat moet het geweest zijn. Maar ik heb mijn gram gehad. Het is voorbij. Alleen jij bent belangrijk voor me. Niet alle wraak is zoet, meneer Van Houten. Maar ze betekent echt niks voor me. Ze was een niemendalletje. Niet voor mij. Wat kan zij nou voor je betekenen? Ze heeft me duidelijk gemaakt dat je onbetrouwbaar bent en geen smaak hebt. Dat eerste wist ik al. En dat tweede neem ik je hoogst kwalijk. Als jij liever in een snackbar eet terwijl je ook in een vijfsterrenrestaurant terecht kan, is er in mijn leven geen plaats voor jou. En mag ik nu misschien rustig verder ontbijten en wil je weggaan? Nee. Ik begrijp het ook. Ik bel je later op de dag. Als je erover nagedacht hebt. Als ik jou wil spreken, dan laat ik mijn secretaresse contact met je opnemen. Dag Frits. Ja, leuk. En daarna gaan we gezellig lunchen, oké? Nou, dat zien we dan wel. Ik hou van je. Tot strakjes. Ik hou van je. Was dat van Maarsen? Fijn, hè, dat je daar gratis van mag meegenieten. Ja, dat is Hidde. Ik heb straks een afspraak met hem. Romantisch in het park. Ja, nou, een mooie boel is dat. Moet die man geen krant maken. Moet ik eens proberen. Maar jij hebt ook helemaal niet zo'n leuk vriendinnetje. Ik ben weg, want hij wacht op me. Nou, veel plezier. Dat zal wel lukken. Geef hem maar eens een zoen van me. Van Houten? Linda, heb je mijn cadeau gekregen? Ja, daarom bel ik even. Ik wilde je bedanken. Vind je het mooi? Het is prachtig.
Alleen. Fijn. Nee, ik wilde je iets waardevols geven als herinnering aan onze leuke tijd samen. Ik vind het een beetje afstandelijk. Had je het me niet persoonlijk kunnen geven? Wat wil je dan? Het is al moeilijk genoeg. Dit is het beste. Kunnen we elkaar niet gewoon nog een keertje zien? Waarom? Nou, zodat we met een goed gevoel afscheid kunnen nemen. Goed dan. Als het niet anders kan, moeten we maar een afspraak maken vanavond. Hoi. Leuke werktijden al jij erop na. Was 1 week vakantie nog niet genoeg? Met een partner zoals jij is een half jaar vakantie nog te kort. Wat is dit nou voor manier voor begroeten? Denk je loop, jongens, soms? Kennelijk vind je zelf ook dat je te laat bent, anders reageer je niet zo. Nee, dat vind ik helemaal niet. Ik heb mijn moeder naar de trein gebracht. Mijn vader heeft een ongelukje gehad. Oh, sorry. Ik wist niet dat er iets met je vader was. Maar het is ook niet zo ernstig. Hij heeft zijn arm gebroken. Maar ik weet wel, hoor, waarom dat je kwaad bent. Omdat ik per ongeluk aan Peter verteld heb dat jij zwanger bent, of niet? Inderdaad, ja. Hoe kan je nou zo stom zijn? Ik had er wel gevraagd of je het geheim wilde houden. Ja, maar ik dacht dat jij intussen zo verstandig was geweest om het hem zelf te vertellen. Suzanne, die jongen mag toch wel weten wat er aan de hand is. Oké, jij wint. Ja, wat slaat dat nou op? Dit heeft helemaal niks met winnen te maken en ik heb geen zin in dat gefrustreerd gedoe. Sorry hoor, ik voel me nou helemaal niet zo lekker. Het hoort bij het zwanger zijn. En de rest doe je echt jezelf aan. Suzanne, toe nou. Peter mag toch wel weten wat er aan de hand is. Je wordt met de dag dikker. Ja, dat weet ik ook wel. Ik weet gewoon niet wat ik met Peter aan moet. Hij was gisteren bij mij, gedroeg zich als een idioot. Hij wilde ik stop met werken. Nou ja, ik kan me best voorstellen dat hij een beetje overstuur is. Ik bedoel, ik zou ook niet van blijdschap staan dansen als ik het op zo'n manier hoorde. Ja, er is echt wel een beetje meer aan de hand dan dat. Ik heb gewoon het gevoel dat we niet bij elkaar passen. Het doet hartstikke pijn. Weet je, jij stelt veel te hoge eisen aan Peter. Wat wil je nou? Dat hij zo van de ene op andere dag zijn hele verleden overboord gooit en zegt... Oké, Suzanne, we doen het op jouw manier. Dat gaat niet. Jullie moeten naar elkaar toe groeien en dat kost tijd. Die tijd die wil ik hem best geven, maar... ik weet niet of hij mij die tijd gunt. Oh, ik ben blij je te zien. Wat is er? Nee, niks. Ik ben alleen een beetje overrompeld door je enthousiasme. Het was toch veel erger geweest als ik niet enthousiast was? Ja. Echt, wat kan het je nou schelen dat mensen ons samen zien? Het is toch geen schande dat we van elkaar houden? Of ben je soms bang dat er fotografen op de loer liggen? Nee, dat is het niet. Wat is het dan? Anita, ik moet je iets vertellen. Iets waar ik erg lang over heb nagedacht. Als je met me wilt trouwen, dan is het antwoord ja. Ook al komen er 100 vaders die tegen willen houden. Trouwen? Hoe kom je erbij? Anita, ik heb besloten om ermee te kappen. Ik wil je niet meer zien.